Afrika toe herstellen. De vogels kregen de comfortabelste reis die ze ooit meemaakten. Ze mochten lekker mee met het vliegtuig. De 12 ooievaars kregen op Zaventem een ware VIP-behandeling. Ze mochten als eerste plaatsnemen op het lijnvliegtuig naar Rome. Want zonder de assistentie van een Boeing 737 trekken de ooievaars niet meer over onze streken. Ze vinden hier maar moeilijk voedsel. Enkel in het Swin kunnen ze overleven. Daar zijn er sinds de jaren 60 een 70-tal. In Vlaanderen is men in het Swin 30 jaar geleden begonnen met de ooievaar te introduceren. Het kweekprogramma loopt zeer goed binnen het Swin. Maar buiten het Swin is gewoon geen plaats meer voor de ooievaar in Vlaanderen. Hij vindt gewoon geen eten meer. De habitat is verwoest. In Italië daarentegen hebben we nog een intacte habitat, althans in Centraal-Italië. Maar de ooievaars zijn er decennia geleden weggeschoten. En dames en heren, nu vliegen we boven Toscanië. Daarom worden de Vlaamse ooievaars overgevlogen naar Toscanië. Daar gaan ze jonge broeden die dan vrij kunnen migreren. Zij moeten een ontbrekende schakel herstellen in de oude trekroute naar Afrika. Op die manier worden er ook wilde ooievaars aangetrokken. Zowel ooievaars die in de zomer naar het zuiden vliegen, als ooievaars die in de lente naar het noorden vliegen. En op die manier hopen wij binnen een paar jaar die trekroute vanuit de Elzas, Duitsland, Zwitserland, Noord-Italië naar Afrika toe hersteld te hebben. Op de luchthaven van Rome kregen de vogels heel wat mediabelangstelling. De Vlaamse ooievaar is er welkom, want Italië heeft op één na het laagste geboortecijfer in de Europese Unie. We hope to have many, many babies in Italy. With your help, of course. Daardoor, maar ook omdat hun vleugels geknipt zijn, is het weinig waarschijnlijk dat de ooievaars op eigen kracht weer naar het noorden trekken. Baby's in Italië, opletten wie daar deze